Dikke vette ultra huts. Jawel, jawel. Dames en heren, zoals jullie hebben kunnen zien op het kanaal van Raoul heb ik wat te vertellen. Ik vertel daar onder andere dat ik de slechtste voetbalspeler van Nederland ben. Ja. Je denkt misschien, ik ben dat. Als in ik, als het in Joost, die nu achter zijn beeldscherm zit te kijken. En Joost denkt van, ah, ik ben echt slecht in FIFA. Nou, ik ben echt nog veel slechter. Dus we hebben een nieuw team voor mij gekocht, namelijk dit team. Oh, wat lekker. Oh, heel lekker. Met onder andere Jopie Cruijff en Ronaldo en Mbappé. Nou, die echt gewoon een heel goed team. Is gewoon een heel goed team. Maar ik had dus ook het probleem. Ik had geen controller. En nu moet je kijken. Had ze een ideetje. Lekker zeg. Controllertje gekocht. In dezelfde kleur als mijn haar. Nee. Niet dezelfde kleur als mijn haar. Nee. Maar wel is het zo. Als deze controller me niet gaat helpen, dan weet ik het ook niet meer. Dit is echt een huts controller. Ik vraag me af wat er dan omgaat bij zo'n PlayStation. Van, laten we een oranje controller maken. Welke kleur ze er achterop doen? Ja. Blauw, oranje en blauw. Wat is deze kleur? Zo, die knopjes zijn blauw. En dan is dat ding zelf eens zwart. Ah, man, dat geeft me echt hoofdpijn. In ieder geval, vandaag gaan we even inkomen met Raoul's team. Hij speelt in divisie 4. Dus dat wordt een pitter kluif. Vind je deze video's leuk? Heb je zin om te zien hoe ik in Raoul's Weekendleague ga spelen? Dat wordt de volgende video, denk ik, die online komt. Wat ik ook haal, ik ga het uploaden. Geloof mij, ik ga het uploaden. Laten we alsjeblieft hopen dat ik wat goeds krijg. Even lekker wat goeds, wat lekker goeds. Ja, laten we het hopen. Maar abonneer op mijn kanaal, dat kan hier beneden. Daar beneden, doe even abonneren. We komen tegen dit team. Ah! Oh! Dus ja, de easy win. Hij heeft wel een goede Japanees op centerback. Jongens, slecht nieuws trouwens. Royalistic heeft mij ontvolgd op Instagram. Wil je nou respect tonen? Volg mij dan op Instagram, zodat ik dit verlies kan vergeten. Op zich snap ik het wel, aangezien hij elke dag memes over zichzelf zag in mijn story. Dus ik hoop dat op het moment dat ik stop met hem memen, wat ik denk niet snel gaat gebeuren. Maar wanneer dat gebeurt, dat hij me weer terug wil volgen. Maar ik denk van niet. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Oh nee. Nee. Oké, mensen, lekkere mensen. Ik speel nu echt met een team. Dit is legit het beste team waarmee ik heb gespeeld deze FIFA. Dus ja, gaan we dat maar even laten zien. Mbappé, ga maar rennen, jongen. Lekker rennen. Niet lekker rennen. Oh. Mensen, ik weet niet wat dat is. Ik weet niet of iemand van jullie Trent Alexander-Arnold team of the year heeft gebruikt dit jaar. Maar ik vind dat echt de slechtste rechtsback die ik heb gebruikt. Ik vind die vent zo slecht. Het is echt niet te filmen. Echt ongelooflijk kak, jongen, die vent. Dat is echt niet te... Hoe kan dat ook? Zo goede stats heeft. Ja, ik weet niet. Hij kan gewoon niks voor mij. Gaat hij? Ons Jopie, bam. Natuurlijk, dat mist hij niet. Dat mist hij gewoon niet. Dat mist hij niet. Ik ben echt zo goed, jongen. Oh, hij is weg. Oké. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot ziens. Holy shit, echt mijn... Geprankt! Like als je geprankt werd. Oh! Geprankt! Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik echt iets heel erg tofs doen. Want ik ga een bezoekje brengen aan een levende legende. Dat durf ik wel te zeggen. Ik zeg, ik ben een hutser. Een dikke vette hutser. Ik ben een hutser, oh jawel. Morgen huts ik en donderdag huts ik. En altijd met een dweil. Hé, ik speel tegen Gullit. Hé, ik speel tegen best een goed team. Wat de heck? Huh? Licht speelt wel lekker. Had ik ook wel verwacht, moet ik zeggen. Maar... Oh, het bos in, wat dacht je daarvan? Oh, Mbappé. Oh, Neymar. Oh, waarom pak je de bal af van Mbappé? Die net zullen gaan schieten. Hij schiet de bal uit. Let me win. Waarom lief je nou? Ah, hij was sowieso een challenge aan het doen. Bedankt mensen voor het kijken in deze video. Tot de volgende keer. Holy shit, echt mijn... Ha! Weer geprankt. Oh, oké, ik hou op. Wat ben ik toch lekker, die FUT Champions. Puntjes aan het binnenharken voor FC Roelie. Het is ongelooflijk. Mijn tegenstander zijn team is op met Dembele. En ze... Oh, Sissoko, dit wordt een verliespartij. Dus achterhoede lijkt gewoon mijn achterhoede. Ik had ook die Alberto en Mandy. Ja, die twee alleen. Trouwens, ik heb nu twee mensen laten racecutten. Ik denk toch dat het komt door de magische oranje controller. De hutscontroller. Nee, ik ga niet leave meteen. Nee, het is niet eens leuk meer. Het is niet eens leuk meer. Het slaat nergens op. Laat me gewoon spelen, broer. Die puntjes, jongens. Denk nou aan die Weekend League puntjes. Die worden binnengehengeld. Het is niet normaal. Nou, daar gaan we. Pot nummer 4 is dit. Jopie. Boom. Paal. Frenkie. Oh, nee. Frenkie en Jopie krijgen er allebei niet in. Het is echt triest. Het leven is triest. Onverwacht teruggehaald. Nou, blijkbaar wel onverwacht genoeg. Hij zit recht door het midden, keep. Staan we achter tegen deze Weekend League speler in Division Rivals. Jopie Cruijff. Nou... Ik kan hier dus met mijn kop niet bij hoe dit naast kan. Ik snap dit gewoon echt niet. Ik dacht, dit is een 100% goaltje. Dit is ook altijd een 100% goal. En dan soms mist hij wel. Dus eigenlijk toch niet 100%. Maar hoe gaat het er niet in? Dat is altijd een doelpunt met Jopie. Nou ja, altijd een doelpunt. Ik heb voor mij één keer zo gescoord. Maar het zou altijd zo'n doelpunt moeten zijn. Laten we daarop houden. We staan hier voor... Oh mijn god. Kom maar terug. Nee, koppen zei ik. Balletje op Jopie. Goal. Lekker. Huppa. Die schiet er wel binnen. Ja, het leek mij een moeilijkere kans dan die vorige. Maar hij zit er lekker in. Jopie Cruijff met de 1-1. Terecht. Volledig terecht. Oké, we staan 1-1 bij rust, mensen. 1-1. Ik herhaal. 1-1. Oh, man. Die Arnold, hè. Moet je kijken. Die Arnold. Die zit een beetje achteraan te huppen, jongen. Echt. Wat een waardeloze vent is dat, joh. Oh. Lekker.
Jopie, bam, 2-1, natuurlijk. Wat is hij goed, jongen, die Cruijff. Oh, die is zoveel beter dan Eusebio, ik zweer het je. Ik zweer het je. Ik heb wel eens bij Matt gespeeld met hem, toen vond ik hem ook wel goed. Maar nu speelt hij ook echt lekker, jongen. Echt lekker, jongen. Neem maar. Paal, zie je nou weer op de paal? Ik moet echt duidelijk naar mijn afwerking gaan werken, want ik heb nu echt wel 200% kansen gemist. Die met Neymar en die met, dit is echt goed. Wat een bal. Oh, wat een kutbal. Wat een kutbal. Hoe kun je zo'n paas geven? Ik dacht, dat is wel lekker, weet je wel. Die staat helemaal vrij, die Neymar daar, weet je wel. Nou, lekker. Dacht ik. Nou, niets was minder waar, hoor. Schijnbedrieg weer is. Oh, 2-2. Ja. Wat zeg ik ook? Ik zeg ook, ik ga hem winnen. En natuurlijk maak ik dan meteen 2-2 met Jovic. Het is gewoon boef, man. Frikkelvoet. We hebben niks aan gelijkspel. Druk zetten met team. Geen gezeik. Oh, Jopie, jij scheidt. Ja, een penalty. En terecht. Jawel. Ja. Wat ben je dan een klootzak? Wat ben je nu? Wat is deze vent een nare vent, zeg? Wat een hele nare vent dit, zeg. Oh, dan ben je echt heel zuur in je leven. Oh, dat je nu gaat liever dat ik geen win krijg. Omdat ik die penalty heb. Oh. Wat een nare vent, joh. Gadverdamme. Oh, mijn bloed kookt. Echt ongelofelijk. Kijk, ik zou het zelf ook doen. Maar nee, niet weg dat het echt smerig is. Dus met deze dan als een team. Ik zie het een keer. Yes, ze heeft een Serie A team. FC Slaughter. Hopelijk gaat hij deze keer niet lieven. Kan ik wel gewoon een volledig potje FIFA spelen. Want ik heb die voorbereiding toch echt nodig voor de Weekend League. Let's do this. Yeah, boy. This is my fight song. I wonder how it's your body, yo. Oh, dat duurt niet lang hoor dit. Oh, wacht, doet wel lang. Hebben we een foto natuurlijk. Oh, ik speel tegen FC Roelie. Nee, je speelt tegen FC Roelie. Ik speel tegen deze kneus. Oh, Arnold. Nee, jongen. Oh mijn god. Ben ik op dat moment om de keeper heen lopen? Dat heb ik geleerd, maar ja, ik weet niet. Ik kan dat helemaal niet. Nee, maar run, my friend, run. Boom. Nee, paal, hoe kan dit nou? Ik snap het niet. Dat is gewoon mooi gedaan. Ik dacht van, dit is een doelpunt, dacht ik. Ik dacht dus, dit is een doelpunt. Nou, niet dus. Paal. Ping. Zo, dat is voor de echt hele oude mensen die ping nog kennen. Dan ben je echt wel heel lang kijken. Dikke vette ping. Ik had vroeger shirts, mensen. Als dan iemand dan op de paal of lat schoot, dan zei je heel hard, ping. Geen idee waarom. Ken je dit? Dat ik shirts met ping. In het befaamde clipje van Hans die binnenkomt, de kamer van Milo. Oh, die ping eruit. Heeft Milo ook het ping shirt aan? Zo slecht. What the fuck? Ping. Nou, toen heb ik daar ongeveer 3,5 miljoen euro mee verdiend. Daarna ben ik verder gaan in de e-commerce, waardoor ik nu 100.000 euro per dag verdien. Je kan inschrijven via de link. Nee. Kom op, Zambrota. Kom op. Oh, nee. Oh, wat een geluk. Heel goed, Mbappé. Heerlijk doelpunt. Lekker. Yo! Blijf lekker rondspelen, jongen. Lekker blijven rondspelen. Dan pak ik die bal zo af, jongen. En dan begin ik toch aan een smerige counter. Je wil echt niet weten, hier. Nee. Oeh, wat lekker. We staan 1-0 voor bij Rus, wat lekker. Maar wat is deze gast aan het doen? Nou, even serieus. Slaughter Robbie heet die. Troppie. Hij zit gewoon echt achterin rondspelen. Je staat 1-0 achter, broer. Hij zit gewoon hoog te houden. Waar slaat dit op? Je staat 1-0 achter. Ja, dit is echt triest, jongen. Speel gewoon lekker FIFA, man. Waar slaat dit op? Je staat ook achter. Ga even naar voren, joh, gek. Hoppa, we hebben de bal. Jawel. En we zijn weer kwijt. Dat was aardig snel. Yes, hij voetbalt weer. Hé, leuk. Dan gaat hij. Mbappé. Goed, Ronaldo. Nee. Hoe hij rat. Hij las gewoon wat ik ging doen. Triest. Ik had echt een goede actie in mijn gedachten. Maar hij ook, blijkbaar. Hij had mijn goede actie ook in zijn gedachten. Leven is triest, mens. Keeper. Dank u. Maar even zonder dolle. Uiteindelijk heb ik gewoon geen pot verloren. Hè? En alles gewoon gewonnen of gereedskut. En ik heb punten binnengehaald, jongen, voor FC Roelie. Het is niet normaal. Trouwens, ik moet niet te hard van stapel lopen, want ik heb deze pot nog niet gewonnen. Voor je weet is het gewoon 1-1. Dan had ik hem beter kunnen laten hoog houden in plaats van de bal afpakken. Dit is slecht, trouwens. Uh-oh. Goed. Nee. Wat daar ook weer allemaal gebeurt, jongen. Het is weer ongelooflijk, hè. Ho! Oh. Kan je de bal niet eigenlijk goal lopen? Nee, ja, maar dan weet ik dat. Jongen, die Neymar staat toch vrij? Je schiet hem gewoon op hem. Waarom zou ik de bal over de zijlijn willen schieten? Even serieus, Alisson. Kom aan, hè. Ik weet nog, mensen, even een leuk verhaal tussendoor. Goed, toen ik klein was, toen speelde ik altijd FIFA carrière. Dan wilde ik altijd sportief zijn. Dan had ik een overtraining gemaakt en lag een speler gebaseerd. Dan speelde ik de bal expres uit. Ik weet dat ik dan... Ik speelde de bal expres uit. Dus ik dacht van, oh, nu heb ik echt een goede daad gedaan. Toen kreeg ik alsnog meteen geel. De bal werd ook niet teruggegeven. Daarna toen dacht ik echt van, wat is het nou? Terwijl dat, ja, in de game zie je natuurlijk helemaal niet dat die bal terug wordt gegeven. Ondertussen speel ik deze vent helemaal scheel. Nog 1 minuut volhouden, jongens. Kom op, nog 1 minuutje. We hebben een heerlijke overwinning binnen. Een echte e-sportoverwinning. 1-0. Oh nee. Nee! Oh!
Alisson, yes! I love you, Alisson! Hey, we love you, Alisson! Wait, er zit de bal tegen zijn eigen speler aan. Jongens, overwinning is binnen. Roelie, ben je trots op mij? Wees trots op mij. Dankjewel voor het kijken met deze video. Ik ben klaar voor de Weekend League. Ik ga spelen. 30-0. Ja, 30-0. Daar gaan we voor. 30-0. Lekkere 30-0. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vind je het leuk? Vergeet zeker niet te liken. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Adios. Doei doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit te snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel. De mond van vandaag, twee katten lopen over straat. Zegt de ene kat, hey, hoe gaat het? Zegt die andere, goed, miauw. Miauw met jou. Oh, oké, doei.